Goedemorgen iedereen. We zijn op stap. Een weekje Ardennen. Waar gaan we naartoe? Dat zullen ze straks zien als we aankomen. Ja, inderdaad. Verrassing. Een weekje Ardennen doen. En we moeten op het einde van de week nog enkele boodschappen doen in de Ardennen. Dat horen jullie later in deze vlog. Dat zullen jullie dan wel zien op vrijdagmorgen. Oké. Okay. Tot vanmiddag. Tot vanmiddag. Doei. Ja, goedemorgen. We zijn aangekomen in Han-sur-Lesse aan de grotten. Daar staat de beest. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn op de parking op de plaats van Han-sur-Lesse aan de grotten en het dierenpark. We gaan een keer het dorpje inwandelen en een keer zien wat we info kunnen inwinnen. Daar moet je betalen bij de info. Ja. Toerisme. Ja, de parking wordt betaald op de dienst toerisme, zei de parkwachter. Omdat je hier ook overdag kunt parkeren met de motorhome of de wagen. En dan betaal je apart. Maar de overnachting moet betaald worden op dienst toerisme. Die gaan we nu gaan zoeken. Ja, daar gaan we wat info inwinnen. Over het dierenpark en de grotten. Blijkbaar is dat hier allemaal op wandelafstand. Hier een mooi bordje dat hier allemaal te zien is. Ook openbare toiletten zijn er hier. Bienvenue, welkom in Han-sur-Lesse. Voilà. Hier op de achterkant staat er tent Vlaams. Deze twee sterren camping in Rijnders met lief sanitair. Nou ja. De camping in de buurt. Was er ja, camping is gesloten. Ja. Was er gesloten. We zullen hier op verkenning gaan. Hè? Ja, we trekken op verkenning. En we houden jullie op de hoogte. Tot straks. Wel, 5 minuutjes wandelen. En we zijn dan Office de Toerisme. Zie je daar op de achtergrond? Office de Toerisme. Voilà. En hier niks van ontvangst. Daar is ook het domein van Han. Ja. Overkant van de straat. Hier ja. Lucht tonen. Ja. En ook een treintje. Kerk. Zat er ook nog een treintje? Ja, ook eronder. Maar ik denk niet dat dat nu al in dienst is. De laatste week van februari. Ja. Gaan we een keer binnen gaan om te zien of je kunt betalen voor de motorhomeparking. Ja, en de weersbericht ziet er ook niet slecht uit. Ja. De prijs was? 10 euro. Al in? Water, stroom, toiletten. Lozingsplaats. Dan hebben we grijs water en zwart water. Allee, afvalwater en toilet. Verhard. Hard staan. Ook nog mooie picknickbankjes. Ja, als je een leuke plaats weet. Zomers. Straks doen we nog een keer een wandeling op de parking met wat info. Nu zijn we op weg naar. De keer een ingang van de grot gaan bekijken. Veel cafeetjes in hier ook. Ja, veel cafeetjes. Restaurants. Ja, dus wij waren nog heel veel in winterslaap. Ja. Hier zit het wel goed in. En hier is een brasserie restaurant. Ja, dat is voor straks. Dan is ik een beetje rondlopen. Hè. Ja, Hunter. Ja. We maken een wandelingetje op het domein, de grotten van Han. Ja. We zijn hier aan een kleine waterval. Dus brengen we weer een keer in beeld. En de vrachtwagen staat klaar om de begeleide rondrit te doen door het dierenpark. Ja, ik denk dat ik moet betalen. Of... Ja. Ik denk dat het nog niet zo goedkoop is. Maar allez, het ziet er wel ferm uit.
Dan een keer de camera draaien, dan een keer aan de andere kant gaan, dan een keer in beeld brengen achter ons, wat er allemaal te zien is. Hondjes mogen er niet mee. Ja, ja. Je ziet vrachtwagens met aanhangwagen ingericht om de mensen rond te voeren in het dierenpark. Ik denk dat ze afnam betalen en dat ze dan begeleid naar. Ja, ja, ja. Dan hier een keer. Er ligt hier een spoorlijn. Ik denk dat er hier zelfs een fietspad hiernaast ligt. Daar staat hier een bordje. Ja, fietsroute. Dat is hier knooppunt 158. Dat ziet er wel ferm uit. Restaurant. Brasserie. Brasserie. Stroomversnelling. En we gaan een keer gaan zien naar de ingang van de grot. Safari car, de tram, speelplein, tearoom, de shop. Ah, daar zijn we naar binnen geweest in de shop. We hebben ook een magneetje aangeschaft in de shop. Voor bij Tante Mara haar collectie. Verzameling of collectie. Voilà. Ja, 367 gram. Ja, gaan we een keer. 9 graden, 100 uur en een kwartier, 367 trein. Een uur en een kwartier stap, ja, inderdaad. En 1,6 kilometer. Ja, ik vermoed dat je hier ook kan een ronde doen met de tram door het domein. Ik zal een keer even kijken, hinder in de grot. Ja, hier staat alles afgezet, kun je niet meer verder. Hier staat er wat info, maar ik zie niet zien wat dat er weer is. Oh, Nederlands, Frans. Ja. Hier staat een bord met wanneer de ticketscontrole. Ja. Ja, ja, ja. Voor de wandeling. Nederlandse het en Franse. Frans. Ja. Voilà. Voilà. Het is wel fris, heel fris. Ja. We zijn deze morgen in West-Vlaanderen gereden. Met het zonnetje op. Met het zonnetje op de vooruit. Maar in al hier aangekomen is het toch wat grijzer en frisser. Dan morgen zou het ongeveer 10 graden zijn. Maar. Ja, maar ja. Kans op een beetje nachtkorst. Ja, maar ja. Ja, het is nog vroeg in het jaar ook. Hè. Ja, we zijn pas eind februari, dus kunnen we nog geen zomerweer verwachten. Hè? Nee. We'll be right back.
middag van in Hoogvalize. Zijn nader aangekomen in Hoogvalize, de kamperplaats. Is daar nog één motor om? Dus met het zonnetje in het gezicht. Super, super. De temperaturen zijn net iets omhoog gegaan. Dus, voilà. De zon op de achtergrond, wat kan een mens meer wensen? Het is met de automaat betalen in Hoogvalize. 20 euro per nacht, dacht ik, of 18 euro, 20 euro. Voor 48 uur heb ik betaald. We blijven hier tot vrijdagmorgen aan het stadje verkennen. Een beetje wandelen. Ja, en dat is het. Ja, we zijn natuurlijk al terug middag nu. En, we gaan eerst een hapje eten voor we gaan verkennen. Maar leuke kamperplaats. Alles bij de hand. Lozen, water, toilet legen. En rust en de zon van de partij. Meer moet het niet meer zijn voor ons. Straks lopen we nog een keer door het dorpje. Dan gaan we een beetje wandelen. Maar nu gaan we eerst een hapje eten. Ja, we zullen even kijken als er hier iets is om te wandelen. Ja, maar wat zie je hier? Wat zie je hier? Wasserat. Wasserat. Wasautomaten. Ja. Als er iemand op de parking staat die een wasje te doen heeft, geen probleem. Het mooie weer. Met het mooie weer, fantastisch. Het is gefrist, maar de zon is ervan. Ja, 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 de zon deugt. De deugt. Vitamintjes opdoen. Ja. Hier komen we bij een brugje over de Oerte, denk ik. Het is hier kalm. Ja. En rust. Ja. Rust. Ja. Ja, de schoenen en de. De kruispijkkast is mooi. Sportlokaal? Sportcenter? Ja, het heeft wel de laatste tijd nog geregen. Ja, ja, nog even geregen wel. Ja, dan mag het ook niet van mij. Ja. Hoogvalize, eigenlijk wel een mooi dorpje, hè? Ja. Het is een kerstfest ook altijd mooi versierd. Ja, ja. Twee jaar geleden waren we hier naar kerst nog niet zeker, hè? Ja. Er waren er nog vrienden mee. Ja. Nieuwe vloggers. Saskia. Steve en Saskia on the road waren er toen ook bij. Maar ze vlogden het dan nog niet. Ja, dat was nog geen vlog. We waren nog niet gebeten van de vlogmicroben. Steve niet en ik niet. Als jullie willen Steve en Saskia volgen, moet je zeker een keer kijken op YouTube. Ja. Saskia en Steve on the road. Ja, Steve en Saskia on the road is het kanaal. Zeker de moeite waard om een keer te zien. De moeite waard, zeker, ja. zeker de moeite waard om te zien. Als je nog wel mensen volgen, Happy Camper, dat zijn ook nog Happy Camper koppel, ja. Cindy en Joy. Ja, maar nog altijd mooie filmpjes. Leuke filmpjes. Mooie parking is daar ook altijd wandelen. Wordt het toon dan? Oeh, pittige klem. Ja, het is wel lekker. Lekker op een Cindy voor de pers. Ja, inderdaad. Lekker, sapjes.
nu ook al scoren te zien. Ja, hier zo. Ik hoor over de parking. Ja. Oh. Oh, daar zijn jullie ook al. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Donderdagmorgen. 29 februari. 29 februari, ja. We zijn bezig met ons ontbijtje, lekker fruitsapje. En dan een scheutje met een stuk rooispasta. En dat is het. Eentje met choco. Ja, met choco van Doreneke. Ja, lekker. Ja, wat staat er op programma vandaag? Niet zo heel veel. Ik heb wel straks. Ja, ik kan hier een brugje zien over de route. Misschien een keer over de brug te stappen. Ik zie altijd iets wandelen zijn. Ja. Naar het supermarktje. Supermarktje een keer aan doen. En we zien wel. We zien wel. Ook even lamuit op de bank. Vanmiddag kans op lichte regen. Ja, dan gaan we dat allemaal doen in de voormiddag. Hè. Ja, we zien wel. We zien wel. Heerlijke slaap. Heerlijke slaap. Rustig. Rustig. Heel rustig hier. Ja. Straks... Normaal fris. Ja. Heel koude nacht. Heel koude nacht. 2 graden deze nacht. Ja. Deze morgen vroeg, 6 uur. 2 graden buiten. Dus, ja, de zomer is er nog niet, maar ja, komt wel. Volgende week. Volgende week wordt het iets beter. Volgende week. Op naar de volgende. Trouwens, leuk dat je er weer bij bent. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. We zijn al vroeg op stap. Ja, zoals jullie zien. Zoals jullie gezien hebben, in het begin van de vlog moesten we pakketjes komen afhalen. Ja, cadeautjes komen afhalen, maar we gaan niet zeggen voor wat, of wanneer. Of hoe of wat. Ja. Dat zullen jullie later nog wel zien. Ja, dat is voor een latere vlog. Ja. We zijn dus aan de Sjoef Shop. Het gaat maar om 9 uur open. We staan in Hinder, maar als je komt, kan je ook achter de shop staan. En nu zullen we even naar daar wandelen. Dat is de nieuwe degustatieruimte. Ja. Als je de rondleiding doet in de brouwerij, dan kom je hier in de nieuwe zaal de lekkere biertjes proeven. Maar we wandelen even tot dan... parking, waar ik eigenlijk rust kan overnachten. En voor ons de brouwerij. Waar ze de hemelse nectar maken. Een kleine rondleiding kan je hier ook krijgen. Achterna krijg je 4 biertjes voor de proef. Ja, de proefertjes. Hier is dan de brouwerij van Fasjoef. Hier hebben we de brouwerij. Rood kaboutermuts, Fasjoef. Hetzelfde van Duvel. Ja. Zit dus in de groep van Duvel, wordt gehad. De Sjoef wordt hier gebrouwen, maar wordt met tankwagens overgebracht naar de bottelarij Moordgat. Waar ze Duvel ook brouwen en bottelen. En bier is 95% water. Hè. Ja, water is gezond. Zeggen ze. En het is lekker als het de brouwerij is gepasseerd. De hemelse nectar. Hoe zeggen ze die uitspraak? Ja. Hemelse nectar.
Ze is wel altijd een beetje pittig. Ja, pittig handelen, pittig fietsen. Dat is hier de parking van de brouwerij. Waar staan de tankwagens? Die ze nu vullen. Dit wordt dan naar de bottelarij van Duvel gebracht met een vrachtwagen. Hè. Kapel Sint-Josef van 1875 staat hier ook. Zo'n klein gehucht en er is toch hier wat horeca hier. Dat zijn hier de routes. Ja, van de routes. Maar dat is hier ook in de winter een periode dat je niet kan wandelen. Sneeuw, hè? Omdat de jagers dan... En daar, ja, we zijn hier 2 jaar terug. Stonden we hinter op de laatste parking en het bos was afgesloten tijdens de jacht. Ik denk op everzwijnen. Een bordje, woning voor motorhomes op de parking van Schoep. Van 20 uur tot 6 uur. Ja, mag hier niet overnachten. Op deze parking. De parking waar wij staan, zou er misschien wel overnachten mogen worden, omdat er geen bordje staat. Dank je wel. Nog een keer binnenkijken in de nieuwe degustatiezaal. Ja. En je gaat er aan de brug wandelen. Vanmorgen was 7 graden. 7 graden, maar gevoelstemperatuur 0. Stond er op de weerschotspanning. Ja, daar staat de beest op de parking. Dit zou het oudste huisje zijn van Malmedy. Dat dateert van de 16e eeuw. Ons bordje heeft het enkele branden doorstaan en stadsvernielingen doorstaan. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn even op de wandel. We zijn op de wandel door Malmedy. We zijn hier aan het museum. Met een begrafenis aan de gang. In de kathedraal van Malmedy. Malmundarium. Het Poos museum.
Hi guys! Hi! heb je weer gekeken naar de filmpjes van de Engelse auditors? Van Marty, die altijd zijn vlog opent met... Die van Scooby-Doo. Ja, Shaggy van Scooby-Doo. Die opent altijd zijn vlog met... Hi guys, welcome to the channel! Ik zie nog weer... Oh, de zon. Oh, zalig. Zalig. Even een wandelingetje maken. Door Malmedy. Ja, je ziet dat de zon uitzet. Vanmiddag is het bewolkt, maar... Geen regen. Maar vanmiddag gaan we toch even Stradi Bianchi zien op de tv. Ja. Gelukkig hebben we de week geen regen gehad hier in de Ardennen. En ik een mooie week gehad. Frisjes, maar mooi. Ja. Af en toe heel zonnig. Maar af en toe ook koud. Ja. Maar geen regen, dat is het belangrijkste. Misschien kunnen we de vlog van deze week nu afsluiten. Ja. Bedankt voor het kijken alvast. Abonneer gerust op ons kanaal, het is gratis. Duimpje omhoog als je de filmpjes leuk vindt. En tot de volgende. Ja, tot de volgende. Dat is binnen 14 dagen. 14 dagen. Binnen 14 dagen gaan we terug op stap. Denk ik. Weekendboom, BMAC weekendboom. Daar gaan we ook wel een korte vlog over samenstellen. Ja. Of er nog even tussenin. We zien wel. Okay, niks moet. Niks moet, alles mag, alles kan. Water kan, olie kan. Ja. Vul maar aan. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei. Doei. Doei.